Zou je dat even vertellen? Oh, dat is best wel een leuk verhaal. Ik zeg maar, weet wel waar je ja op zegt. Chris, mag ik jou één advies geven? Oké, maar kom je nog terug? Ik weet niet waar deze man dacht. I don't know. Hi. Ik ben hier. Okay. Is goed. Maar neem je schat. Moeten we hier al zeggen wat we willen? Ja. Oh. Ik wil graag de veggie crispy. Oh. Ja, die homestyle. De homestyle. Vegetarisch. Ja. En dan de homestyle, zeg maar, ja. Versie. Ik ook. Twee menu's met friet, allebei. Ja. En friet zelfs allebei. Ja. En wat wil je drinken? Mag ik wel een milkshake aan hebben, ja? Zeker. En ik wil spa rood. Ja. Wil je nog iets anders? Mijn flesje spa blauw nog maar. Spa blauw nog bij. En ja. Doe mij maar nog een milkshake banaan. Dat was de bestelling. Ja, dat was de bestelling. Nou. Ik ben zo blij. Ik ben... Wat? Het is gewoon overal een storing vandaag. Het is toch absurd? Het is gewoon druk. Oh, maar dat ding doet dat niet zeker. Nou ja, is dat het? Ja, dat denk ik. Hallo jongens en welkom terug bij weer een nieuwe mukbang. Dit is mijn nom. Hi. Het is een beetje een warrige intro, maar dat is ook onze dag vandaag. Ja. Oh, wacht. Zal ik even mijn portemonnee pakken ergens vandaan? Je moet even uit je tante iets groens halen. Oh, daar kom je nu mee. Dan ben ik al 3 uur... Ja, maar je ziet alleen als je je bek optrekt. Oh, leuk. Wat is dit dan? Ja, weet ik niet. Oh, dat is die salade van gisteren. Gisteren! Jongens, wij gaan McDonald's... We zijn met onze McDonald's bestelling bezig. Dit is heel gezellig. Toch? Dit is heel gezellig. Ja, jij bestelt voor mij, je spreekt voor mij, is goed. Ja, maar jij vindt het toch ook ja, lekker? Ja, ik vind het wel leuk om plus, jou weer te jij, zien. Ja. Ik ben bezig. Wat een fan ben jij? Ik sta hier onder dwang gewoon een mukbang op te nemen. Nou, is ik zei, nou Manon, mukbang of een mukbang? Ik zei, Manon, wil je nou... Dankjewel, hè. Oké, ga maar rijden. Dit is de binnenkant van mijn handen. Ik weet niet, jongens, of jullie die eerder hebben gezien, maar bij deze... Kun je echt veel zeggen, maar parkeren gaat vandaag ook lekker hoor. Jij bent zo lekker bezig. Dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Yo, lekker. Ik heb echt even zin in water. Ja, ik ook. Doe mij maar een spaatje rood. Oeh, jij hebt aardbeien milkshake, hè? Ik heb banaan. Is aardbeien jouw favoriet? Ja. Favoriete milkshake ooit? En ook mijn favoriete fruit eigenlijk. Vind jij aardbeien smaak naar aardbeien smaken? Nee. Wist je dat allemaal bespoten is? Dat het gewoon eigenlijk aardbeien gewoon groen waren, omdat het gewoon rood lag. Nee, dat klopt niet helemaal, want ze worden gewoon rood in de zon. Nou, dat heeft iemand mij verteld. Ja, en jij gelooft alles. Dus in de winter dan, hè? Zeg maar. Ja, ja, in de winter zijn ze gewoon fake. Ja. Maar ik heb ook gehoord dat... Jezus Christus. Doe niet zo happen, je boeren. Je hebt trek. Dus daarom gaan we deze mukbang opnemen. Yeah. Nee, even goede vrienden. Even voor duidelijkheid trouwens. Bedankt hè. Yes. Goed handje dit. Hey. Wat ga je... Even rustig gaan hè. Meteen geparkeerd. Ja, hallo. Hoe denk je dat je nou met je dikke auto hier gaat inparkeren dan? Manon, sta maar even uit. Doe het even voor. Doe even, zeg maar gewoon. Ik doe het wel even. Er staat er gewoon netjes. Toen zei ik om niks, deze meid. Ik zei vertellen hoe het vandaag is gegaan. Ik zei, Manon, zullen we een car mukbang doen? En Manon zei, jij is goed. Dus jij doet echt alsof ik jou heb lopen overhalen van... Ja, weet je wat het is? Jij wil gewoon heel graag een video met mij opnemen. Mm. Al heel lang. Ik wil dat ook. Ik wil dat al een andere keer met pizza's doen. Doen wij niet. Maar toen, ik had daar respect voor. Ja, weet ik. Ik respecteer jouw werk ook. Ja, snap je. Dat is goed. Manon is zijn vriendin. Tot vandaag. Nog één onderwerp zo meteen even aankaarten. Maar ga door met je verhaal. Nee, ik wil het jou toch even voorstellen. Oh ja, oké. Manon, hebben jullie... Oh, dat geluid gaat echt nog nergens mee, jongen. Jezus. Oh, dat was hem. Yes, dankjewel, werkster. Supertjes. Oké, wacht. We gaan weer rijden, hè. Dus dan moet ik even... Ja, hou vast. Ik ga hem even vasthouden. Oh, en dan... Zwaar spieten. Zo, laat zien hoe je eruit rijdt. Dan doe je zo, hoor. Ben ik het. Ja, echt een lul van een vent. Doe maar even een mooi plekje opzoeken. Hier zo het ergens. Wil je met een bepaald uitzicht op de Mac? Nee. Ik wil gewoon ergens een plekje waar niemand mij ziet. Hupsakee. Ja. Een beetje dubbel. Ja, ook echt gewoon diagonaal erin. Wacht. Weet je, mijn rijinstructeur zei altijd schijf is live. Hoeveel? Schijf is live. Schijf is live? Ja, het was echt nog echt grunniger. Hij heet ook Harry. Harry? Gewoon scheef is lief. Schijf is live. Dat zei hij altijd. Mijn Gronings is niet heel best. Dat begrijp ik. Oh mij, wat heerlijk de pierliem.
jouw water. Ja. Ik zet hem hier in, want ik wou hem hier doen, maar hier ligt de lens nog. Dus dat is niet heel handig. Nee, is niet heel handig. Nee, is niet handig. Is naar Hans. Cup de feur. Sorry, ik hou nu cup echt... de feur. Is niet cup? Nee. Jij cup. Kop de voor. Kop de feur. Maar Manon is een echte grunnige. Nee, je bent helemaal niet. Helemaal, je bent een Drents. Ja, ik ben gewoon echt een mix eigenlijk van alles. Mm. Maar wel officieel uit Drenthe. Ja, dat is super. Mm. Maar het voelt altijd alsof ik uit Groningen kom. Ik wou net zeggen, voor mij ben je gewoon een grunniger. Ja, voor heel veel andere mensen ook, denk ik. Ja? Ja. En altijd als mensen dan vragen, als ik bijvoorbeeld in Amsterdam of ergens anders ben. Hé, waar kom je vandaan? Dan zeg ik altijd gewoon Groningen. Ja, waarom zou je ook... Wat was het nou? Wateren? Norg. Ja. Nou, of ik zeg van Norg, want best wel veel mensen kennen dat. Norg? Ja, omdat er vroeger zo'n verkeerspark heeft gezeten. Oh, verkeerspark. Ja. Of, ik bedoel, pretpark. Laat me even weten of jullie Norg kennen. Verkeerspark, die zit in Assen. Een pretpark, de Vluchtheuvel. Als je daar ooit eens een keer bent geweest, dan hoor ik dat graag in de comments. Ja, ik heb echt stribbel. Nee, weet je, ik ga je een live hack laten zien. Oh ja, ik denk dat ik weet welke jij gaat. Deze openen. Lekker bezig, Wappie. Deze openen en ik heb een of andere fluff hier aan zitten. En dan hier in het bakje je frietjes in doen. Oh. Kijk, zo vaak ga jij dus naar de Mac. Nee, dat heb ik gezien op internet. TikTok. En ik ga inderdaad vaak naar de Mac. Ja, echt vaak? Maar ik hoef daar niet voor geshamed te worden. Wat is jouw favoriete fastfood? Mijn favoriete fastfood? Ja, ik denk McDonald's. Ja, ja. We waren in Italië toch? En toen zijn we daar ook naar de McDonald's geweest. Mm. Dus toch anders, hè? Ja. Alleen daar hadden ze dus broodjes. Warme broodjes met Nutella. Dat was zo lekker. We reden daar op een gegeven moment langs. Ik zei tegen Nicky van, luister, ik moet echt hier naartoe. Want die broodjes, ik werd wakker. En het eerste waar ik aan dacht waren die broodjes met Nutella. Ja, dat snap ik. Ik wou dat gewoon doen. Gewoon proberen. Dat snap ik. Ja. Oh, lekker. Maar toen ik ook de eerste keer hoorde dat Nutella Italiaans is. Wie? Nutella is ja Italiaans. Maar toen ik dat de eerste keer hoorde, toen dacht ik, hè? Ik dacht echt dat het uit Amerika kwam. Ja. Is niet zo. Weet je eigenlijk waar de eerste McDonald's is geopend? Nu we toch een quiz aan het doen zijn. Oh, gooi feitjes op me. Ja, maar dan moet je raden. Was niet in Amerika? Jawel, toch? Ja. Ja, klopt. Is toch gewoon een Amerikaans bedrijf? Was het nou Michigan of zo? Nou, als je feitjes op mij gooit, dan moet je het wel goed zeggen. Illinois. Oh, Illinois. Florida? Dat was de eerste. Nee, ja. Illinois is toch een staat, of ligt het in Florida? Ja. Waarom heb ik Florida in mijn hoofd? Weet ik niet. Kunnen we de ramen even een beetje open doen? Ja, klein beetje, want hier is echt geen lucht. Nee, daarom. Maar deze auto ruikt echt nieuw. Oké. Ik kreeg dus deze auto mee. Ik stond 23 kilometer op de teller. Meteen even muziek aan. Maar vertel. Kijk dit. Manon heeft auto gehuurd. Dit is een huurauto. Is een nieuwe. En wij wijden het in met McDonald's. Slechtste idee ooit. Nee, maar we kunnen toch prima netjes eten, toch? Mm-hmm. Ja. Jij hebt echt een mooie schoteltje. Wat hoorde ik net? Hoorde je dat? Wat? Echt zo'n heel raar geluid was dat. Wow, dat was in mijn hoofd, denk ik. Wat hoorde je volle maan. Ja, ik weet niet, zo tjuu. Dat hoorde ik. Ah. Misschien van de weg. Misschien gewoon een auto. Vrachtwagen. Anyways, wij zijn zo afgeleid. Oh, dat is gewoon een toeter van iemand. Ik ga zo stuk. Nou, ik vind niet dat je dat mag zeggen. Wat? Iedereen zegt dat ik ga stuk, maar je lacht helemaal niet. Ik vind dat zo kut. Zeg je maar dat ik ga stuk? Nee, dat probeer ik echt niet meer te doen. Ja? Ja. Maar waarom? Nou, je gaat helemaal niet stuk. Als je stuk gaat, dan gier je toch uit. Ik gier ook. Ik irriteer je daar niet aan? Als je bijvoorbeeld de tv iets kijkt of zo en iemand die zegt, ik ga stuk. Oh jezus. Dan... Ja, je hebt net één appie genomen. Nee, ik vind het niet heb ik wel. Ja? Of vind je dat tussen bij de bachelor toch? Dat die meid dat ook heeft gezegd. Welke meid zei dat dan? Ik ga geen naam noemen. Oh ja, heel goed. Ik ging zo stuk bij de bachelor. We gingen gisteren dus de bachelor kijken. Ja. En het was een cocktailparty. En het eerste was ze zegt tegen Tony, biertje! Ik kon niet meer. Tony, het is toch een cocktailparty? Maar
vind het wel leuk dat je gewoon biertje drinkt. Zei hij toen. Maar dat was later. Maar ik weet niet of zij dat tegen hem heeft gezegd. Want ik zag niet wie dat zei. Maar ik vond het wel leuk. Ga je het bijhouden? Ja. Ja, hè? Ik ook. Is wel grappig. Want mijn non, die kent iemand die erin zit en ik ook. Ja. Is toch wel gek of zo? Nou, is wel leuk om te zien, toch? Andere setting. Dan ken je iemand, maar dan ja, om diegene dan zo te zien in zo'n programma, dat is toch wel weer nou, wel leuk, wel anders. Vind je haar op tv, of althans, het is niet op tv toch, alleen nee, video? Nee, ja, ik weet niet man. Vind je haar qua uiterlijk ook anders uitzien? Want ze zeggen toch dat ze ook qua uiterlijk best wel anders, omdat ze toch door die camera staan zo, dat ze mensen lijken meestal veel voller. Oh nee, dat vind ik niet. En nog iets anders of anders eruit zien? Nee, dat vind ik niet. Nee. Dat vind ik dus ook niet. Juist knapper eigenlijk, denk ik. Ja. Ja. Maar het zijn echt goed opgemaakte meiden, steeds ook mooie dingen aan. Ja. Ja. Nee, ze zien er gewoon mooi uit. Ja, vind ik ook. Echt mooie meiden. Ja. Je hebt ze goed gekast, hè? En dan heb je Tony ertussen. Ja. Ik ben blij dat ik er niet stond. Ja, jij hebt het ook gevraagd. Ja, maar ik zei nou ja, vriendelijk bedankt. Vriendelijk bedankt. Nou ja, dit is gewoon niet mijn type. Dan ga ik er ook niet heen. Anders dan ga je daarheen voor de volgers en zo. Nee, dat moest je niet doen. Kun je doen. Kun je ook niet doen. Weet je wel? Ja. Ja. Is zo. Nou ja. Nee, maar we kunnen toch prima netjes eten, toch? Ik had een vogel. Chris, kijk. Vogel op het spiegeltje. Sorry. Is het er compleet onder? Ja, dat is niet handig. Dus gaat hij door het raam heen vliegen. Oh, okay. Maar hoezo is hij zo gretig? Ja, wat denk je zelf? Iedereen die voert altijd patatjes hier. Oh mijn god, ik moet mezelf echt gewoon... Kijk, wil je dit veel? Cool, hè? Nee, je zit... Als je oppast, niet oppast, dan vliegt hij naar binnen en dan grijpt hij die saus op je kin ook. Ja, maar dan doe je... Oh my god. Ja, ik zit er helemaal onder. No. Het ging echt helemaal radicaal fout. Dat is echt mijn concentratie deze dagen, joh. Er gebeurt één ding. Maar ik heb een ander ding en dan ben ik er helemaal weer weg. Nou, ik zit echt te denken, heb ik nog schone kleding bij me? Geen hè. Maar boeia, we gaan morgen toch weer naar huis. We gaan vanavond toch een bikini. Heb je geen kleding nodig? Dat is waar. We gaan vanavond naar in een hot tub. Yes. Oké. Dit is echt escalatie gewoon. Vind je het lekker, die burger? Ja. Had je hem wel eens gehad? Ja, alleen ik vond het dus grappig, want ik wist dus niet hoe die heette. Maar ik vond het fijn dat jij dat net, dat jij het ook wou. Dat jij het wel wist. Ja, dat is mijn lieveling. Toen jij die eerste twee woorden zei, toen dacht ik, oh ja. Ah ja, die ja. Oh ja. Maar ze hebben dus sinds kort hebben ze hun saus veranderd naar deze honing mosterd. Ja, dat vind ik jammer. Ja, vind ik ook jammer, ja. Maar die andere was wel echt lekker. Maar ik vind dit ook wel lekker. Ja, nou. Ik vind wel dat ze het zo goed doen, dat ik denk van, is het wel kip of vega of... Ja, snap je? Ik heb het vaker gehoord. En wat ik net nog even wil zeggen. Ja. Die rietjes toch? Ja. Er is toch heel veel commotie omgekomen, heb je dat gezien? Dat ze nu van papier zijn. Ja. Maar ja, plastic mag jij niet meer. Nee, klopt. Maar echt heel veel mensen die zijn er niet tevreden mee. Nee, ik ook wat niet. Wat vind jij ervan? Ik ben er ook niet tevreden over. Nee, ik ook niet. Nee. Laten we weer een petitie starten ofzo. Maar we krijgen niks voor elkaar, want dat mag niet. Nee. En dat vond ik ook bijzonder in Italië, toch? En ze doen daar heel veel met afval scheiden. Dus echt alles, overal. Dan heb je gewoon allemaal verschillende containers staan. Dus ja. Kom je de supermarkt in en dan moet je elk fruitje wat je hebt, elk groentetje in een plastic zakje doen. Ook een beetje. Alles? Ja. Oh? Nou ja. Ja, zo heeft elke land weer zijn eigen mankementen. Hebben we geleerd. Ja, maar Manon is in Italië geweest. Nee, wacht, even back to basic. Wat ik echt al 20 minuten lang probeer te vertellen is hoe wij elkaar kennen. En wat we überhaupt van elkaar zijn. Ja. Oké, even ons verhaal. Ja. Wij kennen elkaar nu. Ik denk 4 jaar. Ja, zoiets. 4 jaar en wij hebben dus samen gewerkt. Echt 2 maanden maar. Maar zo kennen we elkaar. Toen deden we marketing. En jij ging weg naar Zuid-Afrika. Ja, Kaapstad. En ik ging ook weg. Toen ging ik dus... Ja, dat was mijn laatste baantje eigenlijk. Voor mijn baas. Dat is bij Anouk. Toen was jij voor een half jaar weg of zo.
We hadden wel medium contact gehouden. Ja, niet veel. Niet veel. Hebben we elkaar nog in Groningen gezien eigenlijk toen je terugkwam? Nee. Nee? Ik heb je voor het eerst gezien. Nog één keer. Jawel toch? Mm-hmm. Wat hebben we toen gedaan? Foto's gemaakt. Oh ja. Mm-hmm. Foto's gemaakt en even een drankje gedaan. Ja. En toen daarna, dat was 2009, december 2019, woonde ik toch even in de pijp. Mm-hmm. Toen kregen we weer contact. Dan gingen we naar Starbucks. Mm-hmm. Dat was volgens mij zelfs al januari, dat was na nieuwjaar. Oh. Oh, dus dat valt echt wel mee hoe lang we echt bevriend zijn eigenlijk. Anderhalf jaar. Ja. Oh ja. Wow, ja. En toen ging ik verhuizen. En wij woonden echt 10 minuten van elkaar vandaan. Ja. Want toen gingen we wandelen, foto's maken en daar begon het mee. Want toen hadden we elke woensdag... Elke woensdag gingen we afspreken. Gingen wij afspreken. Ja. Waarom woensdag ook? Ja, weet ik niet meer. Maar het was wel leuk, want elke woensdag waren we altijd weer nieuwe verhalen. En we beleefden heel veel. We waren allebei extreem actief met daten. Echt niet normaal. Nou, daten kun je niet noemen, maar... Iets anders, een andere benaming. Dan weet je zelf wat ik bedoel. Ja. En elke week dan zagen we elkaar en dan is het nog maar echt een week geleden dat we elkaar hebben gezien. Want er kwamen nog 10 verhalen bij. Ja, en echt, dit jongen. Meegemaakt en dit mee. En moet je dat dus horen en dit en echt absurd. We zaten echt naar elkaar te luisteren van wat vertel je me nou? Ja, dat was leuk. Ja. Tegenwoordig beleven we niet meer zoveel. Nou, minder hè. Veel minder. Maar... Komt wel weer. Morgen op stap in Groningen. Oh mijn god. Morgen kunnen we weer flaneren. Tot laat. Ja. Nachthoreca gaat open. Mm-hmm. Manon heeft zich vandaag getest. Ik morgen. Maar het is niet normaal, jongens. Ik ben zo benieuwd. Morgen is gewoon de eerste dag dat kan. Zo benieuwd. Ik ben echt benieuwd hoe druk het wordt. Ja. Ik denk wel echt dat het druk wordt. En ik heb zo'n gevoel dat het dus niet druk wordt. Maar als ik hoor hoeveel uur vertraging er is met coronatesten, dan denk ik, oké, het wordt wel druk. Dan komt mijn uitslag ook nog niet, hè? Mm-mm. Daarom betwijfel ik of ik mijn uitslag morgen wel heb. Oh, op tijd. Ja. Oh, ja. En hoe lang is het geleden dat je hebt getest? Het zou binnen een uur zijn, hè? 2:30. Ik denk dat ze deze drukte niet hadden verwacht. Mm. Ze kunnen het niet aan. Ik vind het van ons. Die heeft gewoon 2,5 uur in de rij gestaan. En je hebt gewoon een afspraak. Bij de rij in Amsterdam. Ja. Echt. Dat is toch niet normaal? Nee. Echt absurd. Maar hoe kan dat? Want ze rekenen toch 5 minuten of 10 minuten pp? Ja, kan niet. Maar hoe kan dit? Ik hoop echt dat het daar gewoon... Goeie vraag. Ik weet het antwoord niet. Ik hoop gewoon dat daar een of andere storing was geweest. Want anders heeft het ook eigenlijk geen zin voor mij morgen te testen. Want dan heb ik het resultaat niet snel genoeg. Nee, dat snap ik. Maar ik ga toch nog even dat raampje iets verder naar beneden. Oh, ja? Ja, die vogel is er toch al niet meer. Ja, dan komt de vogel maar lekker naar binnen toe. Oh, ja. Ja jongens, er is echt geen lucht, dus sorry voor het geluid. Die is echt beter. Die vogel die pakte net gewoon een patatje, maar het is echt niet goed. Dikke obesitas. Heb je dat nog niet eerder gezien van de Mac? Nee, niet nee? Zo'n vogeltje. Mm-hmm. Dat patatje was bijna net zo groot. Ja. Niet normaal. Zal ik even kijken of er toch nog vragen zijn binnengekomen? Volgens mij gaat het helemaal fout met die vragen. Is Manon vrijgezel? Die heb ik zelf ingestuurd. Nee, het ging echt mis met die vragensticker. Ik weet niet wat er aan de hand was. Ik heb hier een haartje. Maar ben je vrijgezel? Mhm. Ja? Mhm. Ben jij single and ready to mingle of gewoon single? Single. Heb je single? Ik heb gewoon weer sta in mijn haren hangen. Heb je single? Heb je single? Je bent al best wel een tijd single. Ja. Maar. Officieel? Nee. Ja. Dat was, ik vind dat. Nou, nu een jaar dan ongeveer. Ik vond dat ook wel gewoon een soort van relatie was. Ja. Dan een jaar. Bijna. En officieel? 3 jaar? Ja. Mm-hmm. Wow, time flies. Dat was toen jij weg. Toen wij allebei weggingen bij. Ja, toen ik naar Kaapstad was geweest. Dat middag. Wow. Ja, vlees. Ja, echt wel. Maar goed, weet je. Op een gegeven moment dan komt dat wel weer. Mm-hmm. Als ik geen milkshake erbij heb, dan vind ik het ook niet lekker of zo. Heb je altijd milkshake? Ja. Heel toevallig had ik best wel een milkshake. Ik was dus brak. Ging Mackey bestellen en milkshake. Mm-hmm.
Milkshake is dus heel goed als je brak bent. Waarom? Of werkt het bij jou? Ja, het werkt bij mij. Okay. Ik geef het wel altijd als tip aan mensen. Ja, okay. Merk je nou ook dat als je smakt in je mukbeen, dat hij dan beter gaat of niet? Nee. Heb je soms wel de ASMR mensen die tussen zitten? Nee, mensen vinden dat vet irritant. En ik neem toch af en toe mijn geluid op met mijn telefoon. Ja. Yeah. En dan ligt hij zeg maar zo op tafel. Kijk, nu kan dat gewoon niet. Mm-hmm. Het geluid is nu van de camera, dus echt super kut. Maar toen zei iemand, je hebt sinds de laatste tijd echt een andere microfoon en nu kan ik jouw mukbangs niet meer kijken omdat het goed hoorbaar is. Oké. Okay. Maar ik kan nooit iedereen tevreden stellen, want soms zeggen mensen van Chris, je knipt te veel van het eten uit. Mm-hmm. En ik probeer daar een balans in te vinden. Dus sommige laat ik erin, sommige laat ik eruit, vooral als ik alleen film. Kijk, als je met twee film, dan is één aan de kou, de ander aan het praten, soort van. Mm-hmm. En dan is dat prima, maar als je alleen bent, dan is het zo'n akelige stilte als je aan het kouwen bent. Ja. Of, dus, of je hoort het dus heel goed als je aan het kouwen bent. Ja. Dus ik moet zeg maar soort van kijken wat ik liever heb. Okay. Maar kijk jij wel eens met banks? Nou, die van jou af en toe. En gewoon voor mijn gelul eigenlijk. Ja, niet van iemand, van andere mensen niet. Nee. Nee, snap ik. Absoluut niet. Dat is niet iets wat... Absoluut niet! Wat ik op vrijdagavond even lekker ga doen, nee. Het is vrijdagavond trouwens. Wat zullen we vanavond eens doen? Ik ben kijk. Ja. Ja, ja, ik kom eraan. Komt ie. Dat is onze lievelingsnummer. Ja. Dus gisteren. Sinds, nee, niet sinds gisteren. Wat dan vandaag? Nee, we hebben dat nummer echt wel vaker geluisterd. Echt? En Kali. Ja, Kali wel. Ja, maar... Ja, okay. Ik kom eraan. Dries Roefing. Stel, ik ben een DJ morgen. Welke liedjes moet ik draaien? Die moet ik drie noemen. Maar moet dat zo 1, 2, 3 opzeggen? Ja, want ik heb je net 2 horen zeggen. Ja, maar ligt eraan wat voor vibe ik ben. Ik ben altijd in de mood voor... voor ja, ja, ik kom. Dat vind ik gewoon leuk. Ja. Dus die wil ik graag. Uh-huh. Maar waar ga je draaien? Een feest. Morgen, ik ben DJ. Oh, jij bent DJ? Ja. Oh ja, sowieso. Oh, in het feest sowieso. Dave Roefing. Ja. En Kali. Weet je wat mijn non vandaag tegen mij zei? Chris, jij moet gewoon in zo'n Amsterdamse kroeg gaan zitten. Daar gewoon elke dag heen om je biertje te drinken. Gewoon totdat je 70 bent. Dat is echt zo. Dat moet ze gewoon lekker gaan doen. Ik ben echt zo'n type daarvoor. Ja, ik ook. Dat is echt erg. Het is een compliment. Hè? Ja, dankjewel. Nee, ik steek hem in mijn broekzak. Dat je het een weet, ja. Dat jij een weet, ja. Ja, joh. Oh my god. Ik kan echt niet meer met jou. Dag 2. Dag 2. Mm-hmm. Hoezo dag 2? Vandaag is dag 2, ja. Ja, we zagen elkaar gisteren. Ja. Morgen zien we elkaar. Ja. En overmorgen. Oh, wow. Jezus, te veel van het goede niet. Gewoon midweek. Midweek? Ja. Zeg maar gewoon, ik ben op vakantie geweest met Chris. Nou, maar eerlijk, als we vanavond in die hot tub zitten, dan voelt het wel echt als vakantie, hoor. Ja, ik ben zo excited. Dat vind ik altijd zo fijn, als ik dan daar weer even ben. Maar eigenlijk willen we morgen dan nog even wandelen, in de ochtend of zo. Ja, hij mag ook. Maar, maatregelen. Is van jouw ouders toch? Vakantiehuisjes zijn het ja. Toch? Maar ja, echt leuk. Ja, echt leuk. Mm-hmm. We hebben dan twee huizen in Norg. En eentje heb ik opgegroeid. Mm-hmm. En die andere, die hebben we dan, zo'n klein hutje, die we erbij gekocht. Nou, papa. Zo leuk. Nu dus deze, maar waar we nu heen gaan is echt mijn favoriet. Mm. Vind ik echt de leukste plek. Heel rustgevend. Echt lekker in de natuur. Eindelijk ga ik mee. Eindelijk ga ik mee. Wow, is echt heel mooi. Als je daar bent, dan... En dat huis ook, zeg maar, die is rond. Dus het is een paddenstoel, heet ook de paddenstoel. Oh ja. Superleuk. Oh ja. Mijn god, zo cute. Dat is echt heel uniek. Ja. Altijd als er mensen langslopen, die lopen daar en die zeggen, wow, wat is dit dan? Dan gaan ze even een praatje maken met mijn ouders. Ik vind mijn paal, het is vet mooi. Ja, snap ik. Ja. Leuk. Dat bedoel ik, dus ik kom er helemaal niks meer uit. Ja. Snap je, heb jij dat ook? Ja, hij is dan helemaal... Ja. Maar ja. De bed. Weet je wat ik dus echt altijd zo lekker vind? Nou. Als je een milkshake op hebt. Dan blijf je toch aan de onderkant nog zo'n schuimlaagje. Ja, ja, ja. Oh, dat vind ik zo lekker. Om op te slurpen, of doe je dat dan? Ja, ja, of gewoon uitlepelen of zo met mijn rietje. Ja, ik vind dat zo lekker.
Calling. Ik heb er nooit zo naar gekeken. Nou, dan moet je dus echt even opletten de volgende keer als je dat hebt. Dus zo meteen. Ja, 5 minuten. Nelson! Wat? Dat is hoe single ik ben. Ik heb te klappen, kijk. Oké. Okay. Hij stelt zich beschikbaar. Ja, oh, kom maar gaan. Doe me dan. Oh joh, heb je die bus gezien? Kijk. Ik hoor je. Ja, ja, ik heb het net gezien. Oh, sorry, maar even mijn benen stil hoor. Oké, maar kom je nog terug? Ja. Zo werkt de mukbang niet. Nee, maar kijk, daarom kijk ik ook geen. Oké, dan heb ik nog één vraag voor jou. Oké. Okay. Eén rustig, één rustig. Ik zit. Heel goed, ik doe hem even opnieuw. Op de hele vlog. Ja, we doen welkom even alles. Welkom bij deze mukbang. We doen even alles opnieuw. Alles we gaan op. Even bestellen. Zullen we ronde 2 gewoon nog een keer gaan? Nee, doe even rustig, joh. Ik pas al geen enkele broek die ik heb, pas ik al niet meer. En ik wil niet heel veel zeggen, maar dat zei jij zo straks ook. Dus ik moet... Zie het aan mij? Nee, ik vind het echt niet voor nee? zien. Mm-mm. Nou, ik weet dus niet wat het is, maar er zit dus een soort van iets in mijn hoofd. Een plaatje in mijn hoofd van hoe ik er eerder uitzag. Mm. En hoe ik nou ben. Ja. En wat jij zegt, dus ik denk ook echt dat er bijna geen verschil in zit. Maar hoe ik mezelf nu zie, ik merk gewoon zo dat ik... hoe zeg je dat? Gewoon... Verkeerd zelfbeeld. Ja, dat ik gewoon echt heel onaardig ben tegen mezelf. Ja, maar dat heb ik nu ook. Ik kijk soms ook in de spiegel en dan denk ik... En volgens mij heb ik zo'n vertekend beeld van mezelf. Maar ook van hoe ik ben als ik praat. Dus als ik deze video terugzie, dan denk ik... Och, jemig. Omdat je een bepaald beeld in je hoofd hebt. Misschien is het bij jou al minder, omdat jij jezelf regelmatig filmt en ziet hoe jij praat. Mm-hmm. Maar ik heb dat zeg maar niet, of zo. Maar wat vind je dan dat je... Hoe dat... Hoe weet je dan? Bepaalde dingetjes gewoon. Maar dat is gewoon die kritiek wat je op jezelf ja. hebt. En dat ik dan soms wel eens denk, Jezus, wees dus liever voor jezelf. Mm-hmm. Weet je wel? Gewoon net 3 weken lekker in Italië, hard gewerkt. Lekker genoten ook, weet je. En ook minder gesport. En ja, dan is dat logisch. Bij mij gaat dat heel snel. Liever, je zat in Italië. Ja, daarom. Maar dan moet ik mezelf dat wel gunnen. En dat probeer ja. ik te doen. Alleen ik merk gewoon heel erg dat het toch iets in mij is wat heet of constant zegt van... Mm. Weet je wel? Je moet oppassen, je moet opletten. Ja, dat zeg ik nu ook wel altijd tegen mezelf, hoor. Maar van Jezus, als je die woorden... Hoe meer ik dat tegen mezelf zeg, hoe meer ik dat ook niet doe. Nee. De ene dag gaat beter dan de ander. En dan ja. denk ik ook, we zijn gisteren ook liep door het park. En denk ik, oh, ben ik ook lekker wijf, hè? Mm-hmm. Lopen dus zo en dan merk je ook dat iedereen die komt naar je toe, hoi, hoi, hoi. Nou, iedereen, maar je snapt ook niet. Er stonden rijen bij mijn man. De rij waar Nicky voor stond, 2,5 uur, die stond voor mij. Nee, maar weet je, je moet gewoon een beetje... Ja, klopt. Lief zijn voor jezelf. Ja, zeker. Ja. Mm. Ik vind het mooi dat we nog zo'n mooie boodschap de deur uit kunnen tonen. Ja, maar kijk, anders is het helemaal inhoudloos. Volgens mij komen we toe aan het schuimlaagje van jou. Mm-hmm. Zeker. Kijk, weet je hoe ik dat doe? Maar... Jezus, mag ik jou 1 advies geven? Wat? Je moet met mij eigenlijk gewoon pas filmen dat ik eten heb gehad. Wat ik leef helemaal op nu. Ik voel mezelf helemaal... Ah ja, oké, okay, we gaan even een rondje rennen. Weet je wel? Anders doe je dat even. Oh, als ik even naar die bus rennen. Doe je dat even lekker een rondje. Even lekker naar die mannen toe. Nee, ik kan er niet zitten. Ik moet zo echt even lopen. Want dat rijden, zeg maar, dat is heel leuk. Mm-hmm. En ik merk het. We zijn er wel bijna, toch? Ja, bijna. Ja, kijk, dit is schaamlaag, hè? Dan doe ik gewoon zo. Oh, wauw. Awesome. Awesome. Want ik kan het niet helemaal opslurpen met deze papieren dingen. Ik ben hier Fanny van leven. Nee, dit kan ook. Komt hier, pak hem uit. Nee, het duurt me veel te lang, dit. Jij hebt toch wel eens video's van mij gezien? Ja. Vind jij dat mijn video's en ik, zeg maar, ik ben op video en in het echt, vind je dat overeenkomen? Soms wel, soms niet. Je hebt het over het algemeen echt wel jezelf. Ja. Alleen sommige dingen, en dat snap ik ook, die film je niet. En dat is ook logisch, want niet iedereen hoeft alles te weten, zeg maar. Een beetje dat. Nee, zeg maar, soms als we op stap gaan en die gekke avondjes, zeg maar, weet je. Dat ben jij ook. En ik snap ook wel dat het op YouTube gewoon meer zakelijk. En je hebt bepaalde onderwerpen waar je over vlogt, zeg maar.
Ja. Maar ik vraag me dan altijd af, want ik zat er laatst over na te denken van, over jou met dat vloggen. Mm-hmm. En hoe Monica Geuze dat bijvoorbeeld deed. Want die vlogde echt gewoon. Jij hebt dagvloggen geprobeerd, toch? Ik heb het gewoon. Ja, dat vond ik mooi. Niet. Ze zitten gewoon één gedag vloggen. Ik denk allemaal. Ik weet niet, hoe lang wij dat ook weer doen? 3 maanden, hè? Ja, maar weet je wat ook was? En dat doe ik heel even snel te sneuzen even door. Maar toen ik begon met vloggen, begon ik ook met daten. Ja. En hoe ga ik dat combineren? Nou, niet. Niet. Nee. Je gaat dat is moeilijk. Of iemand er meteen bij trekken, of je vlogt niet. Klopt. Dus ik wat gaan we doen? Ja, wat gaan we dan doen? Ja, dat is een keuze. Dan meteen vragen. Hé, schat, luister. Mijn eerste date. Hé, alles leuk en aardig. Mag... Maar luister eens even. Je mag aankomen lopen met die camera. Hé! Hey! Dan heb je geen keus, weet je. Dan weet je meteen wat je werk is. Ja. Of je ook geen gesprek te voelen, dan ben je gewoon borrel. Dan kun je daarna weer weg. Je hoeft helemaal geen gesprek te voelen. Dan zeg gewoon, schat, we doen even een mukbang. Kijk, we doen even... Ja, oh, dat zou je nog een keer doen, weet je dat niet? Ja, oh. Met een date. Zou Je zou dat even vertellen? Oh, dat is best wel een leuk verhaal. Ik was met iemand aan het praten. Nou, dat is ook alweer een tijdje geleden. Nou. Zo. Toen woonde jij nog op je oude stekkie, hè? Nou, dat was denk ik in november. Het was ook nog voor kerst. Ja, ja. Maar rond kerst zou hij komen trouwens. Wij zouden voor kerst afspreken. Want met kerst zou ik naar Groningen gaan, dus hij moest ervoor komen. Ja. En ik zeg nee, ik heb het heel druk. Ik moet mukbang opnemen. Nou ja, ik weet niet wat ik zei. Ik zei ik moet video's opnemen. En hij zegt, wat voor video's ga je opnemen? Maar mind you, deze man woont in Eindhoven volgens mij. Ja, Brabant ergens. Brabant ergens. Ik woonde in Amsterdam. Ik zeg, wij wilden echt al 2-3 maanden lang afspreken. Was nooit gelukt, bla bla, weet ik veel waarom niet. Ja. En toen was hij in één keer heel gretig op afspreken. Dus ik dacht, nou is goed, weet je, kom maar langs, gezellig. Maar toen zei ik van, ja weet je, ik heb het toch wel heel druk. Want ik moet werken, want ik ga voor kerst en oud en nieuw ga ik naar Groningen, bla bla. Dus hij zegt, wat ga je filmen? Ik zeg, nou dit en dit en ik ga een mukbang filmen. Hij zegt, een mukbang vind ik ook leuk. Dus mijn YouTube-hoofd, die ging trrr, een mukbang met een Tinder-date. Hallo, dat is toch vet leuk? Misschien dacht hij wel dat het een seksstandje was. Ik weet niet wat deze man dacht. I don't know. Misschien dacht hij zo'n soa, een mukbang. Ja, klinkt als een bekt zo lekker. Een mukbang. Een mukbang. Nee, maar toen, wij waren aan het bellen, hè? Ja. Ik zeg, oké, dan laten we dat doen. Lalala. Ik zeg, maar weet wel waar je ja op zegt? Want het wordt een eerste date van ons en wij gaan het op video zetten. Ik zag, dat was voor mij was dat een briljant idee. Ik kon niet met een betere idee opkomen, nooit meer van mijn hele YouTube carrière. Nee, ik vond hem ook heel goed. Ik vond hem zo sterk. Ja. Ik dacht, dit moet ik gewoon doen. Ja. En hij was ook enthousiast. Maar waarom wij dat niet meer hebben? Oh ja, wij zouden dat tussen kerst en oud en nieuw gaan filmen. We hadden al afgesproken. Maar ik ben in Groningen gebleven. Dat was het. En daarna heeft hij gezegd, laat je soa maar zitten. Laat jouw soa maar waar het is. Je mukbang. Is dat leuk nou? Maar dat was het. En ik weet nog wel, ik had hem nog gebeld. Toen ik in Groningen was, nou, had ik niet meer. Heb je ook lippenstift? Het zit helemaal onder mijn vingers. Ja, ik weet het ook helemaal niet. Ik heb dat altijd op mijn kin. Ja. Altijd. Als je dan bezig bent, gaan we meteen even lekker een checkie doen hoor. Nou, weet je, het is ook allemaal eigenlijk al lang niet meer te redden. Ja. Het is ook einde van de dag. Het is eigenlijk al bedtijd. Ja, maar zullen we er ook even een einde aan breien? Is goed. Wij gaan nog even mijn slurry halen. Bedankt voor het kijken. Wat? Het is een houten lepeltje, weet je wel. Ook bij mijn slurry. Ja. Een houten lepel. Ja. Sporen zij wel. Ja, maar dat bedoel ik. Daarom maak ik het hele onderwerp eigenlijk. Even dus aangaan. De reden waarom ik een McFlurry wou doen met jou. Een mukbing. Een mukbing heb gedaan met je. Zie je wel, dat is wel zo. Bing. Ik kan echt niet meer. Wij gaan naar huis. Wij gaan nu naar huis. We gaan er een einde aan breien, jongens. Ik hoop dat je nog even een rondje lopen. Ja, maar we gaan toch een einde aan breien. Ja, is goed. Kijken. Laat even in de comments weten of jullie Manon aardig vinden. Of Manon vaker moet komen. Kijk, daar ben ik dus bang voor weer. Hè? Dat vind ik heel spannend. Daar wou ik helemaal geen video opnemen. Nee, jawel. Laat even je feedback achter voor Manon. Ja, doe maar. Volg me ook op mijn persoonlijke account. Komt nu hier in beeld. Hier. Edmanon Broesma. En als je goed bevriend met mij wordt, krijg je ook fles Moët. Ja.
Dat was van daar haar, hè? Daar van kennen, hè? Ja. Ja, van die volgende. Nee, grapje. Dat was echt één keer en morgen weer. Ja, zeg zo. Oké, okay, jongens. Ik heb zo'n zin in morgen. Ja, okay. We gaan er van tussen. Heel bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het gezellig vond. Ik vond het in ieder geval weer echt leuk. Even gebruik gemaakt van deze schone auto, wat niet meer zo heel schoon is naar mij. Nou, kijk ook hoe ik eruit zie. Dat kan toch niet? Maar ik ben blij dat jij het jezelf hebt opgeofferd in plaats van de auto. Anders ja, had ik weer. Ging per ongeluk, maar ik doe het graag. Is goed, jongens. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei! Doei!